Hallo en welkom in Polen. Vandaag bezoek ik Energielandia. Die hebben dit jaar voor de allereerste keer een winter-event genaamd Energielandia Winter Kingdom. Ik kijk echt heel erg uit om dit park weer te bezoeken. Ik heb nieuwe achtbaan om te doen. Met de hele Atlantiszone, ambitieus. Een hele toffe nieuwe voorkomen. Ik kijk er echt heel erg naar uit. We zijn net zojuist bij het park aangekomen. En het is echt verschrikkelijk druk. Echt niet te doen, deze drukte. Het staat nu al onbekend dat het winter-event echt super rustig is. Het moet natuurlijk nog groeien. Het is de eerste keer dat ze het doen. En ja, de Poolse mensen die zijn helemaal niet gewend dat pretparken in de winter open zijn. Er komen er bijna niemand te staan, denk ik, momenteel. En dit is volgens mij autootje nummer 11 of nummer 12 die komt aanrijden. Er is hier helemaal niemand. Dus ik kijk heel erg uit naar deze toffe dag die we hier gaan hebben in Energielandia. Bijna alles is open in het park, behalve de waterattracties. Ja, dat is logisch. Nou, qua achtbanen mis je dus eigenlijk alleen maar de speed watercoaster. Nou, kan ik prima mee leven. Dat ding is nog veel te nat voor deze temperaturen. Want het is wel rond het vriespunt vandaag. Maar Hyperion heeft net al een paar testritjes gedaan. Dus die is gewoon lekker open. Zat er als open. Ik ga er gewoon een hele toffe, mooie dag hiervan maken. In Energielandia. De openingskalender van dit winter-event is wel een tikkeltje gek. Ze zijn open van 26 november tot en met 23 december. Je mist dus de complete kerstvakantie. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Ik snap wel dat ze met de kerst dicht zijn, want het deel van Polen is super christelijk. Maar ja, de rest van de kerstvakantie hadden ze toch open kunnen zijn, zou ik zeggen. Maar goed, ze zijn dus open tot en met 23 december dit jaar. En dit is een soort test-event om te kijken of het aanslaat. Het is niet heel druk, maar zo'n event moet natuurlijk altijd groeien. Dus ja, ik hoop wel dat ze het door gaan zetten. Witajcie kochani jeszcze raz i zostańcie z nami. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was na powitanie. Om de dag te beginnen waren dat twee heerlijke ritjes in Hyperion, maar je komt wel als een ijspegeltje uit. Nu onderweg naar de achterkant van het park natuurlijk voor Sandra en Abyssus. Ik kijk heel erg uit naar Abyssus. Alsjeblieft, wees niet dicht. Het is in principe hier gewoon lekker in de winter, dus ik hoop dat het allemaal goed komt. Het park is wel enorm groot. Het is echt een hele end naar de andere kant. Dus, tijd voor een wandelingetje. Hierdoor een van de oude delen van Energielandia. Dit ziet allemaal nog wat goedkoper uit, maar ja, dat is bekend. Het is wel mooi aangekleed, allemaal met kerstlampjes en dergelijke. Dus op zich wel sfeervol. Op het punt nadat we wat mensen missen. De grote vraag is: zijn de shows open? Of wel? Ja.
weten dat je een medewerker... Bij mijn laatste bezoek aan Energielandia was deze baan net een maand of twee maanden geopend. En ja, nu zijn ze het er allemaal aan het bijbouwen. Er staat hier een groep nieuwe voorkomen main train die volgend jaar opent. En dacht natuurlijk, ambitieus. Ik moet zeggen, het gebied ziet er prima uit. Misschien wel een van de mooiere in Energielandia. Het is geen superkwaliteit, maar het kan ermee door. Daar zit ik dan in de Abyseus. Ik kijk er echt super naar uit. Helaas is het wel dermate rustig dat ze alleen de voorste twee coaches open hebben. En ja, vooraan zaten al een paar mensen. Dus helaas kan ik hem op niet zo'n goede plek als de eerste keer beleven. Ik had hem liever backseat gedaan, maar ja, die houden ze gewoon dicht. Wat een lach achtbaantje, lekker lang. Niet heel intens, maar al lekker lang. Lekker de inversies. Ja. Ja, hij is natuurlijk nu heel koud, hij is leeg. Dus het is niet zo gek dat hij heel koud is. Oh, de tweede keer was echt veel beter. Voorin is hij echt lekker goed. Proszę odepnij teraz pas. Please now unfasten your seatbelt.
wat een topper van een achtbaan. Ja, we hebben hem echt heel vaak nu kunnen doen. Een ritje of 7, 8 achter elkaar, zonder te wachten. We hoefden enkel even uit te stappen, het hekje door te stappen. En we konden direct weer zonder te wachten voorin instappen. Wat een fantastisch leuke baan. En na een paar ritjes was hij ook lekker ingereden. Ja, heel, heel erg tof. En fijn dat we zo vaak mochten blijven zitten. Er is nog een nieuwe achtbaan in dit gebied, namelijk Light Explorer. De Vekoma Boomerang. Junior Boomerang, moet ik er uiteraard bij zeggen. En ik ben benieuwd. Het is dezelfde baan als die ook in Denemarken staat, in Farum Sommerland. Ja, daar heeft Energielandia ook er een van gekocht. Tijd dus voor Light Explorer. De tweede voorkomen junior boomerang in het park. Misschien een beetje overbodig, maar goed. Blijf Energielandia, dus die moet af en toe een nieuw voorkomen achtbaantje bouwen. Ik moet wel zeggen, de sfeer in het gebied, waar er geen water staat momenteel, is wel misschien niet optimaal, maar goed. De achtbanen doen het. De achtbaanattracties zijn leuk. Dus ik ben helemaal blij. Wat een leuk en lekker vlot baantje. Tijd voor de beste achtbaan hier in Energielandia. Zadra, de hele grote RMC-achtbaan die ze hier hebben. Dat waren een stuk of 10 lekkere ritjes blijven zitten in Zadra. Oh, wat een fantastische achtbaan. Hij rijdt wel ietsje minder hard momenteel. Maar ja, het is natuurlijk nu momenteel 0 graden. En de trein zat af en toe maar 5 man in of zo. Dus ja, dan is het sowieso al heel snel dat een achtbaan ja,
heel traag gaat. Dus ja, een fantastische dag beleven wij hier vandaag in Energielandia. En wat een tof winter-event hebben ze. Park is mooi aangekleed, het is hartstikke rustig. Ja, jammer dat het eigenlijk niet natuurlijk meer bezoekers trekt, want dat gun ik het park echt wel. Want ze hebben echt hun best gedaan, de aankleding is mooi, alle attracties zijn open die open kunnen. Eigenlijk is het een top winter-event. Dat waren denk ik wel een stuk of 7 ritjes Hyperion achter elkaar. Eerst moesten we nog even omlopen, maar daarna mochten we lekker in de trein blijven zitten. En ja, denk ik, dik een uur in die baan gezeten. Het is zo extreem rustig in het park. En ik denk dat het maximaal, in al die ritjes, dat er maximaal 3 rijen gevuld waren. Maximum in de trein. En soms hebben we privé ritjes gehad. Wat een fantastisch winter-event is dit. En niet alleen omdat het zo rustig is, maar gewoon omdat het heel sfeervol is. En het park is eigenlijk best wel leuk in de winter. En Energielandia heeft heel weinig indoor attracties, dus in een land waar het ook natuurlijk heel koud is in de winter, zoals hier, verbaast het me natuurlijk eigenlijk ook wel. Maar ja, hier zit potentie en ik hoop echt, ondanks dat er maar zo weinig bezoekers zijn dit jaar, dat ze dit doorzetten, want ik vind het gewoon leuk. Er zit potentie in. Het is een leuk park met heel veel toffe attracties. Dus ja, ik hoop dat dit gewoon een vervolg krijgt de komende jaren. Dat dit gaat groeien. En zoals de Winter Efteling natuurlijk ook heeft moeten groeien in het verleden. En tijd voor een ritje in de boemerang. Een van de 2 junior boemerangs hier in Energielandia. En de eerste die ze hadden. Tijd voor Mayan, de SLC hier in Energielandia. Een van de beste SLC's ter wereld, zo niet de beste SLC ter wereld. Hij is echt heel erg soepel. Wat natuurlijk een van de nieuwste generaties SLC's is. Met de nieuwe treinen en alle nieuwe trekproductietechnieken die erin zitten, is dit een heel veel soepele rit.
dan bijvoorbeeld de El Condor in Waduw-Holland of de MP Express van Movie Park Germany. Proszę, odepnij teraz pas. Tijdens het kerstseizoen hebben ze ook extra winterattracties. Ze hebben hier dus een hele grote tube slide. Beetje wat je kan kennen van het IJsselpaleis in de Efteling, alleen dan nog een tandje groter. Erg tof, ik ga hem eens proberen. Dit ding is zo kut, maar zo'n humor. Talokan van de AliExpress, echt. Komisch slecht. Ik had gezworen hier nooit meer in te gaan in deze kut achtbouw. Maar hier zit ik dan. Mijn arm zit ingeklemd tussen de beugel en het wagen, die kan nergens heen. Verschrikkelijk, kut ding. Waarom ga ik hierin? Dit is de meest verschrikkelijke achtbouw van Energielandia. Het was hun eerste achtbaan
Maar hij mag weg. Hij staat op de koop. Dus... Ja, voel me soepel. Dat is niet normaal. Ik doe liever een ERT op dat Condor van een uur. Oh, we zien mij een keertje zakken. Auw. Aan één kant heb ik nog een kussentje. Justin, dat is Justin. Mama! Verschrikkelijk. Nee, joh. Soepel. Die gaat weer verder. Hier! Daar gaat ze dan. Ja hoor! Dankjewel! Ik vind het erg goed. De RMC ben ik ook tevreden. Ik vind het ook zo mooi. Ja! 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 Schrikkelijk onding, snel afbreken. Er is ook nog een indoorhal waar je kan schaatsen. Met schaatsvuur. Dat is nog best een grote schaatsbaan hier. Echt ijs, maar dat kan ook wel met deze temperaturen hier. Wat een prachtige baan in het donker. Saldana staat wel bekend om zijn immense lange wachtrij die je door moet lopen. Dus bijna een kilometer aan trappen en paden die je kan lopen hier. Wat een fantastische dag heb ik hier gehad in Energielandia. Ja,
Energielandia in de winter is echt een aanrader. Ik hoop dat ze het winter event gaan doorzetten, want het is gewoon superleuk. Zeker als je Park al eerder bezocht hebt, zeker als je al de gesleuteltaxi natuurlijk gedaan hebt, de watertaxi al gedaan hebt, de waterachtbanen. Ja, dan kan je het super hebben. Zeker met deze rust. Ik hoop voor het park dat er wel iets meer bezoekers gaan trekken, maar ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad hier in Energielandia. Dat was het dan hier vanuit Energielandia. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!